Kepong was in de halve finale toen. Oekraïense wil in de nek van Marhinde. Doorzetten. Door. Mathé, scheidsrechter, heeft de klok al stopgezet. Pryshchepa uit Kiev. Schadeworp. Marhinde maakt weer acties. Tegen Verkerk uit Rotterdam. Vegen is het devies. Een judo, een straf, een waarschuwing wegens passiviteit voor Pryshchepa. Marhinde moet door blijven gaan. Licht voordeel voor Verkerk. Buiten de mat. Voor zijn doen zeer fanatiek. Meestal is hij stoïcijns. Naar voren lopen en vegen. Dat is de opdracht. Is goed. Been worden. Buitenom. Mathé. Het zijn goede aanvallen van Marhinde die ze maakt. Ze zit goed in de wedstrijd. Hashimé. Rechtdoor naar voren lopen en vastpakken. Ze staan laag. Daar moeten ze mee oppassen. De scheidsrechter kan daar bestraffingen voor geven. Er wordt geacht niet meer zo gebogen te staan bij het judo. Kijken of dat ook gebeurt. Dat zou een score opleveren voor Verkerk. Hier is een judo voor de Oekraïense en voor Verkerk. Maar omdat de Oekraïense twee keer is bestraft, is er nu een score op het bord voor Verkerk. Ze staat een Yuko voor. Marhinde wachtte net expres. Die wist dat ze allebei een straf zouden krijgen en dat hij dan op zou lopen voor haar en dat ze voor zou komen. Dat deed ze slim. Halverwege. De Oekraïense probeert haar steeds in te rijgen met die rechterarm op de rug en dan naar toe te trekken. Maar Marhinde houdt het goed af. Plaatst haar linkerarm op de borst. Schouderworp. Ja! Wazari. Wazari, nee, zegt een van de scheidsrechters. Wat mij betreft is Ippon. In ieder geval Wazari. Een van de hoekscheidsrechters geeft Ippon. Wat doet de hoofdscheidsrechter? Hashimé, het blijft bij Wazari omdat de andere hoekscheidsrechter daar niet in meegaat. Blijven vechten. Dit is goed, ruimte maken. Zorgen dat de Oekraïense niet te dicht bij je komt. En bewegingen blijven maken, dit is goed. Grondgevecht. Als de Oekraïense nu nog één straf ook krijgt. Dan is de partij voorbij. En dit is die schouderworp. Mooi doorgezet. En naar de rug. Ja, het had ook Ippon kunnen zijn. Bij de derde straf wordt het Wazari. Aangezien Verkerk al een Wazari heeft. Door die schoudertechniek. Is het ook. Oh, pas op. Op de knie gedraaid. Geen score. Dit is wat de Oekraïense wil. Die wil dicht bij Marhinde komen. Dus Marhinde moet er van eraf houden. Kleine anderhalve minuut nog. Verkerk staat op goud. Dit is goed, dit is goed. Blijven bewegen en acties maken. Die derde straf kan je de titel opleveren. Mathé, oh, die telt niet. Naar voren en vegen. 1 minuut, 2 seconden. De laatste minuut van de finale is ingegaan. Zet in voor een schouderworp, zet niet door. Weer. Door op de grond. Mathé. 48 seconden. Scheiden Marhinde Verkerk van de wereldtitel. Ga erop af. Zegt Chris de Korte. Acties blijven maken.
Oekraïense zou risico's moeten gaan nemen. Staat er Mazari achter. Mate. Nog een halve minuut. Pryshchepa. En Mazari en Yuko achter. Alles of niets voor de judoka uit Oekraïne. Oh, schouderworp. Mazari. Nee, hij geeft niks. Yuko. Hij kijkt eerst naar de scheidsrechters op de stoelen. Die doen niets. Hij geeft Yuko, de scheidsrechter, een Mazari en twee Yuko's Mate. 13 seconden nog. Kan het nog misgaan? Hier nog een keer. Tempo maken en dan met die schouderworpen voorkomen. Valt op de zij, Yuko. Ze staat op de drempel van judo-historie. Marhinde Verkerk in haar eigen Ahoy. Er wordt afgeteld door het publiek. 2. En daar gaat de zoemer. Wie had dat gedacht? Marhinde Verkerk, 23 jaar oud, is de zesde Nederlandse vrouw die de wereldtitel bij het judo verovert. Applaus van haar trainer Chris de Korte. Geweldig gedaan. Ahoy staat op de banken. Goed gejudo'd. De hele dag goed gejudo'd. De hele dag eigenlijk niet in de problemen geweest. En dat voor iemand die nog zo jong is. Dit jaar, in het begin van het jaar, maakte ze haar internationale doorbraak door de finale te halen van Parijs. En nu is ze wereldkampioen. In de voetsporen van haar vriendin Edith Bos. Ze kan het eigenlijk zelf niet geloven. De arm gaat omhoog. Chris de Korte heeft er weer een wereldkampioen bij.